Dan beginnen we de dans met het programma. Precies, voor, even kijken hier, voor Daniel boven op de vleugel. De snelheden variëren nu tussen 200 en de 80 km per uur. And I noticed that Danielle was still turning before the aircraft. And another stall turned the other way. Daniel is gepassioneerd. Ze doen het al 3 jaar, deze wingwalker. We zeggen, kijk, ja, wat fascinerend. Dat is eigenlijk de echte passie van zoiets. She comes towards us. Oh no, she's not. I take it all back. Sorry. Je hebt inderdaad wel verrekijkers nodig om de capriolen van Daniel te volgen. Dan boven op de vleugels is dat gewoon niet stil. Zij is inderdaad de oefeningen bezig. Terwijl haar collega natuurlijk Dave Barrel al deze manoeuvres uit. Well, I should think Guinot must be very pleased with the visibility they've got in a part of the commercial world which wouldn't normally know.